Rotterdam, Oude Maas, vissen, nou, 7 vissen, dan stijpstek ongeveer 1,5 uur, denk ik. Dit is ook de sluis, maar die staat dan hier zo. En toen ik aankwam, 2:15 zo'n beetje, stond ik helemaal vol daar. Nu inmiddels gaan er weer mensen weg. En dat is jammer, want juist met afgaand tij, wat er nu is, kan het wel eens goed gaan doen, hè. 2 hele mooie wijtingen. Even laten zien. Het is niet echt wild, hoor. Ik vis hier met gezouten zagers en gezouten pieren. Ik ga het dus een keertje opmaken. Geen haas halen, want... Nou... Dat zijn de 2 goeie. De rest is nog allemaal onder de maat. Het is heel prachtig, hè? Zo, dit stuk. Er was vandaag hier nog een snoekbaarsvisser hier op de kop. Dat is ook wel een hele mooie gevangen, trouwens. Skyline van Rotterdam. Prachtig, hè? Kijk eens, een gebouw. Euromast op de achtergrond. Nou, ik zal even laten zien. Het aas. Helemaal ingezout. En dan doe je het gewoon in de koelkastje. Hierin bijvoorbeeld. Hier gaat het ook nog zitten. Nou, ze doen het goed op. Echt niet slecht, echt niet. Ik hoop er nog een paar mooie bij komen, want... Het valt toch een beetje tegen weer, moet ik toegeven. Ik had dat eigenlijk meer van verwacht. Gisteren is hier nog een geul gevangen, heb ik zelfs gehoord, op de kop hier. Nou, gaan we live bait meemaken. Kom maar, jongens, dan. Nou. Aan de andere kant een zijplaatje. Ik denk als het hier ook wel staat, ga ik daarheen. Veel mij Schiedam aan de overkant. Alle water, hè. Net ook een flinke beet, maar helemaal niks aan hangen. Onbegrijpelijk. Nou, even een minuutje blijven staan zo. Het is nog niet best, hoor. Maar ja, het wordt gauw donker nou. Wie weet gaat het dan een beetje lopen. Oké. Hopen dat we hem wel gaan vangen, hè? Zo niet, nou, pech. Dat is vis, hè?